Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag staan we hier met de machtige Volkswagen Amarok V6. Wij gaan kijken of deze wagen de perfecte lifestyle pick-up is die hij belooft te zijn. En dat gaat natuurlijk afhangen van hoe hij rijdt. Hij moet capabel en praktisch zijn, maar ook comfortabel en best wel luxueus voor het dagelijkse gebruik. Alvast welkom en veel kijkplezier. Het exterieur design van de Amarok is gestileerd en robuust tegelijkertijd. Je vindt de herkenbare lijnen van een echte Volkswagen met het stoere en ruwe uiterlijk van een echte pick-up. Ook de 19-inch velgen misstaan zeker niet onder deze wagen en zorgen ervoor dat hij een nog stoerder uiterlijk krijgt. Het is een tijdje geleden, maar vandaag rijden we opnieuw met een pick-up en deze keer is het met de Volkswagen Amarok. Nu, als je instapt, heb je niet meteen het gevoel dat je in een echt werkpaard zit en dat bedoel ik zeer positief. De wagen voelt meteen comfortabel en best wel luxueus aan en dat comfort vind je ook terug in andere dingen. De zetels bijvoorbeeld zitten aangenaam, geven voldoende steun en zijn ook op verschillende manieren verstelbaar zodat je steeds comfortabel zal zitten. En ook de geluidsdemping is best wel goed. Natuurlijk kan je niet verwachten dat je geen geluid hebt, want het is natuurlijk een hogere wagen. Dus op de autostrade ga je natuurlijk wel wat windgeluid hebben. Maar over het algemeen valt dat echt wel goed mee. Ook de motor die vooraan zit is enorm aangenaam om mee te rijden. Je voelt gewoon dat je een berg kracht en koppel bij hebt. En dat geluid is ook zeer goed te doorstaan. Je hebt weinig geluid van de motor en hij voelt ook zeer gebalanceerd aan. En dat is natuurlijk echt wel een voordeel van zo'n V6. Nu, die kracht, daar gaan we het later over hebben. Maar geloof me, dit is een enorm capabele machine en dat merk je ook meteen als je instapt. De Amarok kan je momenteel enkel verkrijgen met een 3000cc V6 turbo diesel motor. Deze heb je met twee verschillende vermogens, namelijk 204 pk of onze uitvoering met 225 pk of 165 kW. Deze uitvoering levert ook een maximumkoppel van 550 Nm en zorgt ervoor dat deze kolos 0 naar 100 toert in 7,9 seconden. Deze krachtige motor werd ook nog eens gekoppeld aan een 8-traps DSG-automaat met 4Motion die ervoor zorgt dat het rijden nog aangenamer verloopt. Zoals ik eerder al zei, voelt deze Amarok binnenin niet echt aan als een werkbeest. Het is meer een comfortabele wagen die best wel wat luxe biedt. En het interieur voelt ook degelijk aan met robuuste materialen, zodat het effectief wel tegen een stootje kan. Nu, je hebt natuurlijk alle luxe die je nodig hebt. Je hebt airconditioning uiteraard, maar ook een makkelijk te gebruiken navigatiesysteem met duidelijke aanwijzingen. Je kan ook App Connect gebruiken om je smartphone op een veilige manier te integreren met het infotainment systeem. Zetelverwarming is er ook en het geluidssysteem van deze wagen is ook best wel oké. Verder vind je natuurlijk ook nog leuke details, zoals bijvoorbeeld deze frameloze spiegel die dat luxueuze gevoel nog wel wat wil benadrukken. En ook is het echt wel een praktische auto binnenin, want je hebt enorm veel opbergvakjes zodat je al je spullen kwijt kan. Het stuur van de Amarok ligt goed in de hand en is afgewerkt uit een zacht leder. Alle knoppen hier vooraan zijn makkelijk te bedienen, links voor het multimedia gebeuren, rechts voor het handige scherm tussen de toerenteller en de snelheidsmeter. Hierop vind je alle informatie van de wagen, maar komen ook aanwijzingen van het navigatiesysteem. Achteraan het stuur vind je ook nog twee schakelpedals voor de automatische DSG-weg te schakelen. En tot slot vind je links ook nog eens de bediening van de cruise control.
Nu, zoals je net hebt kunnen horen, is deze wagen uitgerust met een 3 liter V6 met op papier 224 pk. Nu, als het echt moet, levert deze wagen eigenlijk 245 pk. En dat doet hij via een overboostfunctie die enkel gaat ingrijpen wanneer het echt, echt nodig is. Maar geloof me, dit is echt wel meer als voldoende. 550 Newtonmeter aan koppel is echt wel enorm veel. Nu, al dat vermogen wordt op de baan gebracht via een 4Motion systeem in ons geval. En dat wil dus zeggen vierwielaandrijving. Nu, dat systeem werkt eigenlijk als volgt. Als je gewoon rustig aan het rijden bent, heb je achterwielaandrijving. Al het vermogen gaat door de achterwielen. En enkel wanneer het nodig is, gaat het systeem ingrijpen en vermogen naar de voorwielen sturen. Nu ook heeft hij achteraan nog eens een sperdifferentieel, wat dat off-road gebeuren nog wat makkelijker gaat doen verlopen. En je hebt daarvoor ook nog eens een speciale stand die ervoor gaat zorgen dat wanneer je bijvoorbeeld de berg af aan het rijden bent, de wagen automatisch gaat remmen en al die dingen voor jou gaat doen. Nu, het is echt wel een enorm capabele machine en om eerlijk te zijn rijdt hij ook enorm aangenaam. Ook die motor is gewoon echt geweldig, want als je op dat gaspedaal gaat staan, geloof me, hij klinkt best wel goed en hij gaat enorm vooruit. Echt wel fenomenaal. Het is dan ook een pick-up waar je eigenlijk een beetje kan bekijken dat het een lifestyle ding is. Oké, het is een werkvoertuig, maar hij is enorm gestileerd langs buiten. Hij ziet er goed uit, van binnen voelt hij luxueus, hij is comfortabel. Dus je kan hem echt wel elke dag gebruiken. En dat is zowat het idee achter deze Amarok. Met de Amarok rijden over de gewone weg is één ding, maar zet hem op wat ruwer terrein en hij komt helemaal in zijn element. Het 4Motion systeem werkt fenomenaal goed en geeft je dan ook echt het gevoel dat hij nooit grip zal verliezen. En dat heeft natuurlijk als resultaat dat je gewoon echt veilig voelt in deze wagen. Nu, het is natuurlijk echt wel een werkpaard en dat mag je niet vergeten. Achter alle luxe die je binnenin vindt, zit natuurlijk echt nog wel een wagen die enorm capabel is en perfect veel lasten kan trekken. Achter in de Amarok kunnen de passagiers ook comfortabel meerijden. De bank zit zacht en aangenaam en er is voldoende ruimte voor je benen en voor je hoofd. Ook is er een 12 volt stekker voorzien voor bijvoorbeeld je smartphone op te laden. En hier onderaan vind je ook nog openklapbare bekerhouders. Verder zijn er ook nog ISOFIX-punten voorzien voor kinderritjes. Het rijden in deze Amarok is ietsje anders als je verwacht van een doorgaanse pick-up. De meeste pick-ups worden er namelijk op voorzien dat er in de achterbak natuurlijk wat gewicht zit. Bij deze Amarok is dat anders omdat deze wagen ook gewoon gebruikt wordt voor het dagelijkse rijden. Daarom is hij wat anders afgesteld en heeft hij dus zonder gewicht in de achterbak niet zo'n springerige achterkant. Nu, dat heeft natuurlijk een enorm voordeel op het gewone dagelijkse rijden, maar als je er ook gewicht in legt, rijdt hij natuurlijk ook prima. Nu, de Amarok heeft een van de breedste laadbakken in zijn segment, want je kan er gewoon een Europees palet in leggen. Dat wil dus zeggen dat het makkelijk in te laden is en dat hij dus een enorme laadruimte heeft, wat toch wel belangrijk is voor een wagen als deze. Nu, hij rijdt echt wel enorm aangenaam en zeker na wat meer kilometers met deze auto te rijden, begin ik echt wel de charme ervan in te zien. Ook binnenin is, zoals ik eerder al zei, de wagen enorm comfortabel en levert hij echt wel het beste van beide werelden. Ook biedt hij natuurlijk enorm veel kracht en dat kan ik niet genoeg benadrukken. Die 3 liter V6 is echt een geweldige krachtbron en als je hem dan in de sportstand zet, geloof me, dat ding gaat enorm vooruit. Dus, persoonlijk vind ik de Amarok een enorm geslaagde pick-up.
Wil u meer CarView, kan u altijd abonneren op ons YouTube-kanaal. U kan ook terecht op onze website die u in de beschrijving vindt voor fotoshoots en nog veel meer. Ook maken we van onze performantere wagens een extra video van enkel het motorgeluid, zodat u een beter beeld kan krijgen van hoe deze wagen effectief klinkt. En tot slot kan u ook nog op het vak op uw scherm klikken voor een van onze andere video's. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.